60's. Het was te gek. Dank u wel. Het tweede gaat eigenlijk ook daarover. Het heet Flower Power. Al vroeg wist hij hoe de macht was. Hij was er in 48 in geboren. Hun familiekappertje gaf hem een los permanentje in hippie look. Zijn moeders couturier vond fleurige stofjes voor blouse, shawl en pantalon. Vaders reclamemannetje beschreef zijn borden in kranengroot en zwart. Hij was voor vrije seks en iets van peace en meer van die hippe waarhoofdigheid. De postpuberale blaaskakerij achteraf, die toen al de grote vrijheid inluidde. Voor de hipste vogels van allemaal. Voor hem en zijn kleurrijkste vriendjes. En te gek, met die contacten uit die tijd sluit hij nog steeds zijn allerbeste deals. Dat was de één en de twee.